Een hele goede morgen, guys. Daar ben ik weer. Het is echt lang geleden. Ik denk dat ik echt 2, 3 weken niet heb gevlogd. En ik heb het ook echt gemist. En in de tussentijd heb ik natuurlijk heel veel gedaan. Ik train nu en ik eet gezonder. Ik ben jarig geweest. Voor de rest is het eigenlijk een beetje de same. Maar voordat ik even alles ga laten zien van mijn verjaardag, want ik heb daar wel beelden van, wil ik heel graag even een pakketje met jullie unboxen. Want ik heb vandaag nieuwe sieraden gekregen. En jullie weten hoe gek ik ben op nieuwe sieraden. Dus die wil ik graag met jullie delen. Het gaat hier namelijk om het merk Ana Luisa. Ik heb echt een hele leuke bestelling binnengekregen. Volgens mij heb je het al wel eens voorbij zien komen in mijn vlogs. Want ik heb eerder een samenwerking met hun gehad. En toen had ik bijvoorbeeld deze leuke oorbellen binnen gehad. En wat ik heel erg chill vind aan Ana Luisa is dat ze gewoon echt kwalitatief echt heel goede sieraden hebben. Goldplated. Dus mensen met een allergie, dat is echt gewoon een heel goed merk. Ze gebruiken de beste materialen. Dus ik ben echt heel erg fan hiervan. Wat heel erg fijn ook is aan dit merk, is gewoon betaalbaar is. Het begint vanaf $39. Dan heb je echt wel goldplated sieraden. Maar het kan ook al snel oplopen. Want ik heb ook al gezien bijvoorbeeld ze een ketting hebben met echte diamanten erin. Echt heel mooi trouwens. Dan moet je echt denken aan de kettingen van Diamond Point. Maar dan een stuk goedkoper volgens mij. Ja, echt een stuk goedkoper. Ik ga vast beginnen met de eerste sieraad. En dat is deze. Ik denk dat het mijn favoriet is. Want ik wou heel lang al zo'n ketting. Echt de perfecte ketting voor mij op het moment. Leuk afgewerkt met een diamantje hier. Let niet op mijn nagels. Ik moet namelijk echt weer mijn nagels doen. Maar kijk eens hoe mooi deze ketting is. Ik vind het echt zo mooi. Gewoon zo heel simpel. Ik vind het vooral mooi als je echt zo'n V-hals of zo aan hebben. Of een wat diepere hals. Dat je het echt zo ziet. Want het is echt heel eenvoudig. En dat is eigenlijk precies wat ik nu zoek. Heel simpel plain ketting. Van die simpele oorbellen of hoops. Dat zou ik zo combineren. Dan artikel 2. Ik krijg per sieraad zo'n zakje erbij. Echt super handig. Ik ben niet zo van de ringen. Volgens mij hebben jullie laatst ook wel gemerkt dat ik echt bijna geen ringen draag. Maar dit was echt zo cute. Kijk deze ring, guy. Zo'n mini chain. Zien jullie dit? En dan kan je gewoon zo om je vinger heen rollen. Het is gewoon echt heel simpel. I love it. Ik vind het echt gewoon heel cute. En als laatst, en het past echt perfect bij mijn ring, is een ketting. En die heet Alyssa Bel Tempo. Die ziet er zo uit. Een stuk grover. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Het is een beetje, het is een soort van paperclips-achtig. En het is eigenlijk een beetje een grotere versie van de ring die ik nu om heb. Je kan de ketting dus zo omdoen. Of je kan hem omdraaien. En ik vind dit eigenlijk een stuk mooier als ik het zo zie. En dan in combinatie met deze ring. I love it. En wat ik ook heel erg belangrijk vind om te melden is dat ze klimaatneutraal werken. Dit begint al bij het inkopen van de grondstoffen tot het gebruiken van bijvoorbeeld gerecyclede materialen. Ze creëren dus echt gewoon duurzame sieraden. Ik ben heel erg happy met het merk. Ik ben echt al 2 jaar of zo fan. Ik hoop jullie ook. Ik heb trouwens een link in de beschrijving. Mocht je iets willen aanschaffen. Ze hebben nu echt heel erg veel sale. Ze hebben nu dus echt heel veel Black Friday acties. En het zijn allemaal limited aanbiedingen. Dus wil je daar gebruik van maken. Klik dan even snel in de link in mijn bio. En, veel shoppingplezier. Ik heb trouwens een pakje aan van LA Sisters. En hij zit echt zo comfy. Niet normaal. Ik heb een maatje S. En je ziet echt dat ik heel hard heb getraind deze weken. Oké, guys. Parfum of the day. Is deze van Eau de Dubai. Black Velvet. En nu ik jullie al mijn sieraden heb laten zien, wil ik weer even teruggaan naar mijn verjaardag. Ja, ik heb een heel leuke verjaardag gehad. Ik heb niet veel gedaan, want ik wil eigenlijk heel veel inplannen. Ik heb niet heel veel gedaan. En ik wil eigenlijk echt iets inplannen. We echt een dagje weggingen of zo. Maar het was niet gelukt. En ik had er eigenlijk uiteindelijk ook niet meer zoveel zin in. Maar ik dacht van, ik wil eigenlijk gewoon een heel chille, rustige verjaardag. Dat is precies wat wij hebben gedaan. Ik was wakker geworden. Ik mocht niet op bed gaan van Nessie. Want hij wou heel graag een ontbijtje voor me maken. En ja, dat heeft hij voor me opgenomen. Laat ik jullie nu zien. Oh my god.
Ja. Leuk, hè? Dus dat was echt, echt heel lief en echt gewoon boven mijn verwachtingen. Want ik verwachtte gewoon echt niks. Want hij vroeg mij de dag van tevoren van wat wil jij eten als ontbijt? Ik zei gewoon, ja, doe maar gewoon pannenkoeken of een omeletje. Maakt niet uit, houd gewoon lekker simpel. Dus ik was echt, echt heel dankbaar voor wat hij had gedaan voor mij. Want ik had het echt totaal niet verwacht. En dit was mijn verjaardagscadeau. Ik heb dus een tas gekregen van YSL, dit is de model Cassandra. En ik kreeg er echt heel veel vragen over. Ik had laatst een paar foto's hiermee geplaatst. Maar ik ben hier zo happy mee. Echt de perfecte formaat van mij. En echt zonder grap, ik draag deze tas gewoon elke dag nu. Sinds mijn verjaardag heb ik echt gewoon geen andere tas gedragen. Ik vind het echt zo'n geweldige tas. En het chillen aan deze tas dus. Als ik dus gewoon een teddy coat aan heb, dan kan ik die echt heel makkelijk eroverheen doen. Ik laat jullie even zien. Bijvoorbeeld deze. Sakee. Zo makkelijk gaat dat. Echt ideaal. Oh ja, nog even over mijn cake. Ik ga eigenlijk elk jaar wel echt voor zo'n birthday cake. Echt zo mooi en groot. En gewoon een mooie taart. En dit jaar heb ik gewoon gekozen voor een lekkere taart. Want normaal gesproken vind ik die grote taart eigenlijk best wel tegenvallen. Ze zien er wel echt heel erg leuk uit. En je kan een heel leuke foto naast maken. Maar ik wil gewoon echt een lekkere taart. Dus ik ben gegaan voor een cake van Koekela. En ik heb er ook echt van genoten. Mijn favoriet is toch echt wel de wortelcake van Koekela. Echt heerlijk. The office. The office. Ik ben nu dus op kantoor. Jongens, het wordt echt zo snel donker. Als je foto's of zo wilt maken, dan moet je echt zo snel zijn. Want voor je weet is het weer donker. Maar in ieder geval, wij gaan even lekker samen eten. Ik ga jullie even laten zien wat ik tegenwoordig vaak bestel. Nu ik best wel gezond eet. Ik heb er zelfs een app van. Maar ik eet dus echt bijna elke dag bij Healthy Wok. Want ze hebben dus hier wok. En dan kan je zelf samenstellen. Dit is trouwens geen reclame. Het lijkt er wel op. Maar dan kan je dus zelf samenstellen. En wat ik chill vind is dat je hier dus zilvervriesrijs kan kiezen. Lekker healthy. En dan kies ik meestal garnalen. Ik doe altijd regular, Nessie doet large. Doe ik nog extra garnalen. Waarom lach je? En extra groenten. Maar dit is echt een aanrader. Healthy Wok in Voorburg. En ons kantoor is in Den Haag, dus helemaal top. Zo. Ik heb een bestelling gedaan. Ik ga nu even naar beneden. Even mijn statief pakken en dan proberen om even foto's te maken. Met mijn pakje van LA Sisters. Maar goed, het is echt heel koud, want het heeft gewoon korte mouwen. Maar ik ga het toch even proberen. Ja, maar dat was echt een veel. Ik ging dus hier even rondom het gebouw lopen. Om te kijken of ik een leuke spot kon vinden. Toen kwam ik als eerste een man tegen. Van oudere leeftijd. En die vroeg mij of ik verdwaald was. En toen liep ik verder. En toen kwam ik een jonge man tegen. En die vroeg of ik Miriam was. Dus nee. En toen liep ik weer terug. En toen heb ik deze afstandsbediening laten flikkeren. En nu is die kapot. Tenminste, het knopje lag ernaast. Dus heb ik weer erin gedrukt. Ik ga even kijken of die het nog doet. Maar goed, veel. Ik heb net een telefonische interview gehad. Want ik ga zaterdag naar Veronica. Dat was de interview. En mijn eten gelijk opgehaald beneden. Hi guys, mijn bestelling is binnen. Ja, ik heb pittige saus besteld, Nes. Ik heb pepersaus met zilvervliesrijs. Heel veel groenten, zoals je ziet. En garnalen. Ik vind het zo'n lekkere wok. Jezus Christus, man. Sorry jongens, maar ik ben eventjes die ananas aan het doen. Nes is live. Doe je Nes? Hoe is je wokkie dan? Hè? Hoe is je wokkie? Hij is heerlijk. Nou, ik ga er weer vandoor. Ja, dat love you. Ik ben dus nu verslaafd aan de Netflix serie The Crown. Ik ben dus helemaal verslaafd aan de Netflix serie The Crown. En Prinses Diana komt daarin voor. Tenminste, ja, als actrice. Maar ik ben echt gek op Prinses Diana. Ik heb al haar doekjes en alles al gekeken. Dus dit is gewoon echt iets voor mij. En ik eet deze dag echt letterlijk elke dag in zo'n bak met granaatappelpitjes. Ik vind het zo lekker. Maar voordat ik de vlog afsluit, vergeet niet om even mijn bio te kijken. En de link te checken van Ana Luisa. Ze hebben echt heel toffe sieraden. Echt goede kwaliteit. Ga het even checken. Ik heb hier zelfs mee gedoucht. Je ziet nooit een verschil daarna. Ik ben hier echt een fan van. Ik hoop jullie ook.
Check het nu vooral met de acties die nu lopen. Want het is Black Friday, echt heel veel aanbiedingen. Ik hoop dat jullie de sieraden net zo leuk vinden als ik. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog weer. Doei!